Minister Brontës Omahadjo van Binnenlandse Zaken is begonnen aan veldbezoeken, waarmee hij rechtstreeks in contact wil staan met de gemeenschap. Vandaag was de bewindsman voor zijn derde veldbezoek te gast bij het CBB-kantoor te Meerzorg. Minister Omahadjo gaat in op de doelen van zijn bezoeken. Mijn pop-up office bezoek is tweeledig. Pop-up office is dat ik tijdelijke kantoren houd bij elke BVB-kantoor. Tweeledig. Eén om dichter bij mijn personeel te komen. Zodat ik weet uit eerste hand wat de problemen zijn. En zodat wij samen met de directeur van CBB hun kunnen motiveren om klantgerichter te zijn. Betere dienstverlening één. En twee, wij weten ook precies wat wij moeten veranderen aan het CBB. Het CBB is de grootste dienstverlenende organisatie van de overheid en is immens groot. En wij hebben besloten vanuit de leiding om aansturing te geven vanuit ons. Niet vanuit een ivoren toren, maar vanuit het veld. Dat is deel 1. En deel 2, mijn pop-up office, mijn tijdelijk kantoor, is voor de bevolking zelf. Die kan met allerhande problemen komen bij mij en die proberen wij op te lossen. Want er is een drempel voor het volk om bij mij naar het ministerie te komen. Dan kom ik wel naar hun toe. De kleine problemen in de gebieden probeert de minister binnen 1 tot 2 weken op te lossen, terwijl voor de grotere problemen er structurele oplossingen komen. Onze nieuwsdienst sprak met Norissa Kasjo, een medewerkster van het CBB-kantoor, over de problemen van CBB Meerzorg. Een speciaal probleem. Kijk, ik werk al hier bijna 2 jaar. Ik ben nu medewerker van de ID Booth. En ja, u ziet het zelf. Het ruimte laat het niet toe. Het is krap. Dus ik wil graag vragen of de ruimte wat groter kan worden, verruimd kan worden, zodat we toch prettiger daar kunnen werken en niet krap zitten. Weet je? En verder, ja, we hadden wat spullen ook nodig die we niet op tijd krijgen, schoonmaakmiddelen en zo. Wat betreft de kopiemachine, die was ook stuk, maar hoe de minister nu komt, dan hebben we wel alles op tijd kunnen krijgen. Dus ik hoop dat hij dan, hoe noem je het wel? Binnenkort het tijd. Ja, dat wel. De zaken zijn ja, klopt. Yes. De bezoeken aan de CBB-kantoren zijn structureel. Vanuit het ministerie wordt er een leidinggevende aangesteld voor verdere aansturing.